We zijn in Leusden voor een bijzondere primeur. Als een van de allereerste mogen wij u het nieuwe AFAS Experience Center laten zien. Straks komen hier meer dan 500 AFAS-medewerkers te zitten. Maar dat is pas het begin. Er zijn tal van faciliteiten voor bezoekers van buitenaf. Bedrijven zijn hier welkom en er is natuurlijk het nieuwe AFAS Theater, waar vanaf september de musical 14 over het leven van Johan Cruijff te zien zal zijn. Wat een grote eer om hier als een van de eerste ontvangen te worden. Hoofdkantoor doet eigenlijk tekort aan wat er hier gebouwd is. Ja, het heet totaal het AFAS Experience Center. En ik wil het eigenlijk vandaag in twee stukjes opknippen. Allereerst het clubhuis, het oude naam voor het hoofdkantoor, waar we met onze medewerkers samenkomen. En het tweede, het AFAS Theater, waar we straks heel veel gasten gaan ontmoeten, musicals gaan draaien, et cetera, et cetera. Een enorm project. Hoe is dit idee ooit ontstaan? Nou, als ik nu aan de overkant kijk, dan staat daar ons oude kantoor, waar wij bijna 15 jaar hebben gezeten. En ooit hebben daar twee heren gestaan, onze oprichters. Die zagen dit kaveltje liggen en die zeiden, we moeten dit maar eens kopen, want je weet maar nooit. Het geschiedde. November 2017 ging de eerste spade in de grond. We zijn nu ruim 3 jaar in, 4 maanden verder. En zie hier, het staat. Ja, maar hoe groot is jullie pand? Want het is gigantisch. De oppervlakte van dit pand is totaal 66.000 vierkante meter bebouwd. Het terrein zelf is 44.000 vierkante meter. Dat heeft te maken dat er 2 parkeerkelders hieronder liggen. En gratis parkeren, hè? Een prachtig ontwerp. Wat was het idee daarbij? Nou, dat het vooral leuk moest zijn. Dat het uitnodigend moet zijn. Er moet beleving in zitten. Mensen moeten hier graag willen zijn. En eigenlijk zie je op alle plekken dat er ook een vorm van intimiteit is. Overal waar je komt kun je gezellig even wat drinken. Je kunt wat eten. Je hebt uitzicht naar buiten toe. Je kunt buiten rondlopen. En een prachtige groene wand. Is dat allemaal echt, Herman? Dit zijn echte planten. Dit zijn er in totaal 16.500. De irrigatie, dat wordt ook helemaal automatisch gedaan. Het enige wat onze mensen nog doen, is bijknippen waar de bruine blaadjes zitten. De lekbakken leegmaken en meer niet. Heel mooi. Op dit moment zijn de meeste medewerkers van jullie zijn thuis aan het werk. Jullie proberen van de nood een deugd te maken door alles hier te testen. Wij zijn volop bezig met het testen. Dit hele pand staat bol van techniek. Of het nou licht, geluid, warmte, zonne-energie, verzin het. Het zit allemaal in de techniek verankerd. Alleen dat moet natuurlijk wel communiceren met onze smartphone. En dat is een fase waar we nu in zitten om dat echt uit te testen. Wordt het niet te heet? Wordt het niet te koud? Hoe gaan de lamellen naar beneden? Ja, verzin het. Jullie zijn eigenlijk met een blik op de toekomst bezig geweest, blijkt nu, want dat is ook allemaal coronaproof. Sowieso is dit pand uitgerust met volledige ionisatie. Nou, dat kun je zelf eens verder uitzoeken, maar dat is het niveau wat je ook aan de luchtkwaliteit hebt op een OK. Maar daarnaast ook het hele nieuwe werken, het hele denken van hoe ga je nou op de zaak zitten. Wij verwachten dat straks onze mensen 2 dagen in de week thuis zitten, 3 dagen hier op de zaak zullen zijn. Maar ja, ze kunnen hier ook sporten. We hebben onze eigen sportzaal. Ze kunnen hier sessies met elkaar organiseren. Er zijn subzalen met klanten, met prospects, met gasten. Alle mogelijkheden zijn gewoon binnen bereik. En wij worden ook gezien als een soort evenementenlocatie. Ja, wij vinden dat leuk, want als mensen binnenkomen, kun je ze ook die experience geven. Dus die eerste klap moet een alle waard zijn. En het mooie is ook dat jullie bijna alles zelf in huis hebben. We hebben een eigen keuken met eigen koks. We hebben een eigen schoonmaak. We hebben een eigen beveiliging. We hebben onze eigen hoveniers. We hebben zelfs een eigen elektricien. We hebben eigen gebouwbeheer. Alles doen we in eigen huis. En weet je waarom? Niet omdat het misschien altijd goedkoper is, maar omdat wij denken dat het dan beter is. Je kunt sneller schakelen. En het mooie is dat eigenlijk alle bedrijven hier welkom zijn. Zelfs al heb je geen software van AFAS. Al heb je geen software van AFAS, dan ben je hier echt welkom. En sterker nog, wij zullen ook onze zalen daarvoor ter beschikking stellen tegen een kostprijs. Wij zijn absoluut niet van plan om een verdienmodel van ons pand te maken qua zalen. Nee, wij willen juist zorgen dat misschien wel potentiële klanten hier naar binnen komen en dat ze gebruik maken van onze experience. En dan hebben we natuurlijk nog het prachtige theater. Jullie gaan je eigen musical hier draaien. Nou ja, de eigen musical. Het is het idee wat wij natuurlijk hebben neergelegd bij Tom de Ket. Die heeft op een gegeven moment de musical geschreven. Die doen dat ook in eigen beheer. Hè. Maar wij faciliteren het wel. Vanaf 1 september gaan we hier try-outen. En 25 september zal hier de wereldpremière zijn van 14, de musical. Ja, want we hebben het nu niet meer over een heel klein bedrijfstheatertje. Een zeer imposant gebouw is hier neergezet. Hoeveel mensen kun je hier kwijt? In het theater 850 en in de subzalen bijna 500 mensen.
Ja, we weten allemaal nog niet hoe het allemaal gaat lopen met corona. Maar de hoop is dat we natuurlijk deze zomer allemaal wat meer vrijheid hebben. Wanneer denk je dat het pand hier helemaal vol zit? Nou, ik heb een hele goede hoop op 1 september. We zien het zelf in Nederland. Ik zeg altijd, vorig jaar in april wilde je testen. Dat was een heel moeilijk iets. Nu kun je op elke hoek van de straat testen. En ik heb er alle vertrouwen in dat we 1 september hier lekker kunnen draaien. Misschien nog niet met 850 mensen. Nou, dan doen we het er met 500 of 400. Maar we gaan beginnen. Jullie zijn er klaar voor. Wij zijn er klaar voor.